De voetballers Lionel Messi en Cristiano Ronaldo verdienen samen zo'n 50 miljoen euro per jaar. En dit komt neer op 100 euro per minuut. Dan zou je denken 100 euro per minuut, wat een gigantisch bedrag. Maar dat is niks van dit vergelijkt met de oprichter van Microsoft, Bill Gates. Die verdient een kleine 100 euro per seconde. Wat als je nu elke seconde 100 euro verdient? En dat gedurende een periode van 100 jaar. Hoeveel vermogen heb je dan nou verdiend? Nou, handig is om eerst te berekenen. Hoeveel seconden zitten er überhaupt in 100 jaar? En dat kunnen we dan met 100 vermenigvuldigen. En dan hebben we natuurlijk het bedrag. 100 jaar, nou dat heeft hoeveel dagen? Keer 365. Dan weten we het aantal dagen in 100 jaar. Vermenigvuldigen we dit met 24 uur, dan weten we het aantal uren in 100 jaar. Keer 60, dan weten we het aantal minuten in 100 jaar. En keer 60, dan weten we het aantal seconden in 100 jaar. En dan komen we uit op dit grote aantal seconden. Gaan we dit dus vervolgens even de komma verschuiven en dan komen we dus uit op 3,15 miljard ongeveer aan secondes. We willen we dan weten hoeveel dat aan vermogen is, dan vermenigvuldigen we dit natuurlijk nog een keer keer die 100 euro voor iedere seconde. En dan komen we uit op 315,36 miljard euro. Nou, we hadden dit natuurlijk ook in één keer kunnen berekenen door gelijk ook al keer die 100 te doen. Je dit in op je rekenmachine dan krijg je dus 100 keer 365 keer 24 keer 60 keer 60 keer 100. En je rekenmachine geeft dan het volgende. 3.1536 keer en dan E11. Nou, wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Die E11 staat voor dat het vermenigvuldigd is met 10 tot de macht 11. Daar hebben we weer te maken met die wetenschappelijke notatie. Want dit is dus hetzelfde als 315 miljard. Nou, we gaan het dus in deze video over alvabaragevaardigheden hebben over de wetenschappelijke notatie. Die notatie met keer 10 tot de macht 11. Bij getallen van 10 miljard of groter schakelt de grafische rekenmachine automatisch over op de wetenschappelijke notatie. Nou, hoe schrijf je zo'n getal nu in de gewone notatie? Bijvoorbeeld het getal dat we net in de introductie zagen. Je hebt inmiddels gezien, dit komt overeen met 3,1536 keer 10. Tot de 11e. Dus E11 betekent eigenlijk keer 10 tot de 11e. Nou wil je dit in een gewone notatie schrijven, dan krijg je dus weer dat decimale getal. En daarin wil je de komma gaan verschuiven. Want 10 tot de macht 11, je weet, 10 tot de macht 11 is een 1 met 11 nullen. Dus ga je daarmee vermenigvuldigen. Dan gaat dus die komma 11 plaatsen naar rechts opschrijven. Nou, in dit geval hebben we maar 4 decimalen, dus we kunnen hem hier eigenlijk maar 4 decimalen opschuiven. Vandaar dat we er dus even 7 nullen bij plaatsen. Nu kunnen we dus ook inderdaad die comma 7, sorry, 11 plaatsen naar rechts schuiven. Dus het getal, wat het hier in dit geval is, is dus 315 miljard. Nou, je ziet ook vanaf de 3, na de 3 heb je dus in totaal 11 cijfers staan. Nou, op dezelfde manier kunnen we dus bijvoorbeeld 6. Punt 32E12 omschrijven in de gewone notatie. We weten dat er hier dus mee wordt bedoeld 6,32 keer 10 tot de macht 12. Dus vanaf die comma krijgen we dus weer 12 cijfers. We hebben hier al 2 staan, dus we vullen aan tot 12, dus met 10 nullen. En nu hebben we dus het getal in de gewone notatie geschreven. Vanaf de 6 of na de 6 zijn er dus 12 cijfers. Op dezelfde manier kun je ook afvragen hoe kun je dit weer omschrijven naar de wetenschappelijke notatie. Dus wanneer je dus zo'n groot getal hebt. We gebruiken hier even dezelfde twee getallen weer voor. Dit getal heb je dus eigenlijk de komma op het eind staan. En die komma wil je dus verplaatsen dat die dus achter die 3 komt te staan. Nou, wanneer je dat dus doet, krijg je het volgende getal. En dan kan je dus al die nullen die erachter staan, kan je weglaten. Alleen de decimalen overhouden die je te doen 1, 5, 3, 6. Soms wordt ook als gevraagd rondaf op 2 decimalen of op 1 decimaal. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld op 1 decimaal 3,2 krijgt. Nou in dit geval heb je die komma dus 11 plekken verschoven. Dus je vermenigvuldigt met een 1 met 11 nullen. Of makkelijker met 10 tot de macht 11. Nou, nu, op deze manier heb je hem dus omgeschreven naar de wetenschappelijke notatie. Hetzelfde kunnen we voor het andere getal doen. Hier doe je dus weer hetzelfde. Je schrijft dus 6,32 als 6,32. En het eerste getal is altijd die 6. Die plek voor die komma is altijd tussen de 1 en de 10. Nou, hoeveel plekken heb je de komma verschoven? De komma is verschoven in totaal 12 plekken. Dus je vermenigvuldigt met 10 tot de 12 e Aan het begin van de video heb je het volgende getal gezien, wat we ook in de gewone notatie hebben geschreven. En dit kwam neer. Op 315,36 miljard. Een getalende wetenschappelijke notatie bestaat altijd uit twee delen. Namelijk het getal vooraan, noemen we in dit geval even de a, waarbij de a altijd ligt tussen de 1 en de 10. En dit wordt vermenigvuldigd met een macht van 10, met in de exponent de b. En de b is altijd een geheel getal. Nou, de vraag is: kunnen we nu zo'n wetenschappelijke notatie ook direct omzetten naar een miljoen of een miljard, dus zonder tussenstap? Hoe schrijf je bijvoorbeeld het getal 3,1536 keer 10 tot de 11e om naar miljard? Belangrijk dan te weten: miljard is 10 tot de 9e. Dus we willen het uiteindelijk schrijven als iets keer 10 tot de 9e. In dit geval ga je dus met deze macht 10 tot de 11e omschrijven naar 10 tot de 9e door te delen door 10 tot de 2e. Nou, wat komt er dan op de plek van het vraagteken? En vergelijk dit met de vermenigvuldiging bijvoorbeeld 8 keer 6. 8 keer 6 kunnen we omschrijven als iets keer 3. Je ziet in dit geval hebben we 6 om, veranderd naar 3, dus gedeeld door 2. En om eigenlijk het, de uitkomst gelijk te houden, links en rechts moeten 48 staan, gaan we die 8 vermenigvuldigen met 2. Dan heb je dus 16 keer 3. En hetzelfde principe kun je gebruiken om dat getal om te schrijven naar miljard. Je ziet namelijk dat het getal 10 tot de 11e. Omschrijven naar 10 tot de 9e. Deel je door 10 tot de 2e. En dan ga je dus die andere. Om de waarde links en rechts van het is teken gelijk te houden. Vermenigvuldigen met 10 tot de 2e. Oftewel 100 keer zo groot maken. Dus 315,36. En dit is het principe hoe je dus omschrijft. Want 10 tot de 9e is miljard. Dus je hebt hier 315,36 miljard. Op dezelfde manier kun je bijvoorbeeld ook 5,19 keer 10 tot de 5e omschrijven naar miljoen. Miljoen, dat betekent dus, we willen ervan maken keer 10 tot de zesde. Je ziet in dit geval, de exponent is plus 1, dus hier is vermenigvuldigd met 10. Dat betekent dus dat het getal ervoor moet je juist delen door 10. Dus 10 keer zo klein maken, dus 0,519. Wat betekent dat je in dit geval dus om kunt schrijven naar miljoenen. Nou zou de opdracht bijvoorbeeld zijn, geef je miljoenen en rond af op 1 decimaal. Dan ga je kijken, oké, okay, we hebben nu niet afgerond op 1 decimaal, er zijn nu 3 decimalen. Dus deze rond je af tot 0,5 keer 10 tot de zesde. Wat dus betekent, afgerond is dit dus 0,5 miljoen. Een half miljoen. Nou, schrijf in de wetenschappelijke notatie. Omgekeerd kan je het natuurlijk ook hebben. Bijvoorbeeld 320 miljoen. En ze vragen, schrijf dit in de wetenschappelijke notatie. Je weet dat dit 320 keer 10 tot de zesde is. Miljoen is 10 tot de zesde. En in dit geval ga je 320, wil je schrijven in de wetenschappelijke notatie, dus 3,2, waar je de 0 dan in dit geval weglaat. En dan heb je dus gedeeld door 100, gedeeld door 10 tot de tweede. Dus je gaat 10 tot de zesde vermenigvuldigen met 10 tot de tweede, oftewel de exponent plus 2, dus 10 tot de achtste. Hoe zat het ook weer met de wetenschappelijke notatie? Bij kleine getallen. Bij getallen kleiner dan een duizendste schakelt de gr over op de wetenschappelijke notatie, dus net zoals bij hele grote getallen. Bijvoorbeeld 0,05 tot de vierde, wanneer je dit invoert op je gr, krijg je als antwoord 6,25e-6. Nou, hoe schrijf je dit getal nu in de gewone notatie? We krijgen dus 6,25 keer e-6 en e-6 wordt mee bedoeld keer 10 tot de macht min 6. Nou wil je dit omschrijven naar de gewone notatie dan krijg je dus 6,25 en daarin wil je die komma 6 plekken naar links brengen. In dit geval gaat dat niet, dus we gaan een aantal nullen voor die komma zetten en wel geteld 6, voortkomend uit 10 tot de min zesde. Nu kunnen we namelijk de komma 6 plekken naar links schuiven. Je ziet dus dat het aantal nullen in de gewone notatie, want we zijn er eigenlijk al. Overeenkomt met die 6 in de exponent, waarbij de minste dus te maken heeft met dat het dus een klein getal is. Op dezelfde manier heb je dus 3,924 keer 10 tot de macht min 5, kun je dus ook heel eenvoudig dit weer omschrijven. 10 tot de macht min 5, dus we hebben te maken met 5 nullen. Dus daarmee begin je. 5 nullen en na de eerste nul, de komma. En dat vul je dus aan met de cijfers uit 3,924. Dus die schrijf je er dus natuurlijk zonder komma achter. En op deze manier heb je het getal in de wetenschappelijke notatie omgezet naar de gewone notatie. Nou, hoe schrijf je nu een klein, klein getal juist in de wetenschappelijke notatie, dus de andere kant op. Hier krijg je krijgt dus dat je dus start met die decimalen in, die, in dat kleine getal. Dus die, die 581. Die cijfers 581. En die schrijf je op als 5,81. Dus dat die 5 in het getal is tussen die 1 en de 10. Vervolgens tel je het aantal nullen, want dat is dus het aantal plekken dat je de komma verschoven hebt. Je moet namelijk 9 plekken verschuiven en dat is gelijk aan het aantal nullen. Dus keer 10 tot de macht min 9, want het is een klein getal, dus min. Nou, hoe schrijf je nu een ander getal? Want niet elk getal hoeft in de gewone notatie te zijn of in de wetenschappelijke notatie, maar een soort tussenvorm. Bijvoorbeeld 0,0326 keer 10 tot de macht min 4. Als je dit in de wetenschappelijke notatie wil zetten... Dan wil je niet dat er een 0 voor de komma staat, maar juist die 3. Dus in dit geval kijk je dus naar de eerste decimaal die je tegenkomt, die 3. En die zet je dus voor de komma. Dus je krijgt 3,26. Nou, omdat je dit doet, haal je dus eigenlijk die 3 nullen weg. En die 3 nullen wil dus zeggen dat je hem gaat vermenigvuldigen met 10 tot de derde. Dus die macht, 10 tot de min 4e, ga je telen door 10 tot de derde. Dus exponent min 3 en krijg je dus 10 tot de min 7e. En op die manier heb je dus ook een gewoon getal, of een getal wat al met een exponent of een macht van 10 geschreven is, omgeschreven naar de wetenschappelijke notatie. Dus in de wetenschappelijke notatie heb je al te maken met vorm A keer 10 tot de macht B. Met A een getal tussen de 1 en de 10 en B een geheel getal. Nou wil je dit getal omschrijven, dan kan het als volgt. Wil je dus A een factor 10 groter maken, dus keer 10 tot de macht C, dan ter compensatie zorg je ervoor om de getal natuurlijk dezelfde waarde te laten houden door 10 tot de macht B te delen door 10 tot de macht C. Dat betekent dus A wordt groter en de waarde van B wordt kleiner, waarbij A natuurlijk groter wordt door die komma naar rechts te schuiven. Op dezelfde manier kun je ook A kleiner maken, dus delen door 10 tot de macht C. In dat geval vermenigvuldig je 10 tot de macht B met 10 tot de macht C. Dit betekent dus als A kleiner wordt, die komen juist naar links te schuiven, dan wordt de waarde van B dus juist groter. Nou, wil je meer weten? Dan kun je ons altijd bezoeken op onze website of ons volgen op Twitter en like op Facebook. Tot in de volgende video.